Zullen we ja, gaan we net kletsen, dan wordt ze weer geweld. Misschien kunnen wij alvast een beetje kletsen. Ja, kunnen wij alvast beginnen. Hey, wat Roos, wat, ik dacht hart en ziel, hoe zat dat? Nee, ja, per 1 april was al. Dus, ja. Ik had wel al gezien dat je weg was gegaan en dat, je werd ook met alle guys bedankt toen je vertrok. Ja, dus, ja. Gekke tijd wel om te switchen natuurlijk. Ja, en natuurlijk. Maar ja, gelukkig kunnen we wat doen en natuurlijk het weekend bezorgen, dus kan ik ook gewoon helpen. Dus, gelukkig wel wat te doen. Ja, ja. Jij, het is de bedoeling dat jij hier de bedrijfsleidster wordt. Ja. Ja. Dus jij wordt de vrouw aan de voorkant. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. En is het, het is natuurlijk sowieso een heel andere zaak. Maar, kan jij heel kort iets over jezelf vertellen? Ben jij een Middelburgse dame? Ik kom uit Middelburg, ben 34 en eigenlijk al 10 jaar in de horeca. Dus ik heb bij Hans en Roger zandpavillon gewerkt. Ah, oké, daar ken ik je daar misschien van. Ja, Boca Bizarro Beach. En, toen bij Hart en Ziel en nu hier bij Basalt. En toch wel weer meer het restaurantwerk. Kom binnen, dan moet je weer bellen en zo. Ja, ja, zo gaat dat. Zaken gaan gewoon door, hè? Ja. Nou, maar voor die zaken kom ik natuurlijk. Ik heb net al kennis gemaakt met een nieuwe collega. Ja. Maar afgelopen weekend heb ik toevallig bij jullie besteld. Dat was heerlijk. Kreeften en allerlei zeevruchten. Het was een mooie schaal. Maar jullie zijn nu ook wat anders gaan doen vanaf vandaag. Ja. En dat is echt gewoon een winkeltje? Of, Dat is een winkeltje, ja. Je moet echt zien dat je hier kunt komen echt voor afhaal. Dus je kunt hier niet zelf komen eten natuurlijk. Maar we hebben wat vers producten. We hebben zelf... Wel allemaal vis gerelateerd uiteraard? Ja, allemaal vis gerelateerd. Maar wat zien we hier dan? We hebben bijvoorbeeld van een vissoep tot kreeftensoep. Ja, we hebben echt wat soepjes en wat, echt wat kant-en-klare dingen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook hier een maaltijdpakket. In zo'n pakketje... Asperges. Er zit dus eigenlijk alles al in. De asperges zijn al geschild, de aardappeltjes. Dus echt voor mee naar huis te nemen en dan ben je binnen 10 minuten klaar. Heel makkelijk. Maar als je daar helemaal geen zin in hebt... Ook een bak mossel zie ik, dat kan dan ook. Ja, ja, daar hebben we ook weer een pakket van. Als je zegt van, nou, ik heb helemaal geen zin om te koken, hebben we bijvoorbeeld ook vislasagne, paella, wat je dus of even in de magnetron of de oven schuift. We hebben wat salades voor op brood, wat verse groenten en natuurlijk gewoon de verse vis. Bezorgen en afhaal is van vrijdag tot zondag. En de winkel doen we van woensdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Oké, nou, dat is duidelijk. Ja, dus dit is een beetje de manier waarop we het nu proberen. Want op den duur, je moet een beetje wat gaan bedenken. Hè, van wat kunnen we nog doen? En we hadden de ruimte, het restaurant stond natuurlijk leeg. We hadden net een splinternieuwe keuken. Nou ja, dat wou ik net zeggen. Want, weet je wel, ja, ik maak me zorgen om iedereen natuurlijk in de horeca. Ja. Maar jullie hadden forse verbouwing gedaan. Dat ben ik toen nog wezen kijken. Januari was dat. Maar, we waren net weer een maand aan het draaien eigenlijk. En ja, maar jullie gingen natuurlijk ook gewoon uit van een prima paas en zo. En, ja, dat hadden we wel. Maar als ik het zo mag vragen, jullie gaan wel gewoon overleven toch? Ondanks dat hoop je wel, hè? Ja, wij gaan het wel overleven. Nou weet je, de bezorging doet het echt gewoon goed in het weekend, dus dat is lekker. En daar hopen we gewoon een beetje onze vaste lasten mee te kunnen betalen, zodat we in ieder geval het hoofd boven water houden. En verder de winkel, ja, we gaan kijken hoe dat... Ja. En als je hier nou bestelt, kan je dan ook nog wijn meenemen of is dat te mooi? Zeker, ja, heel erg lekker. Ja, wat jullie... Een hele lijst zelfs. Ik weet niet wat je nou mee hebt gegeven, maar dat was een cava geloof ik zondag. Ja, voorbij de... Maar die viel zeer goed in de smaak. Ik ben eigenlijk deze periode niet aan het drinken, maar die is gewoon opgegaan. Wat slapig. Ja. Bij zo'n schaal. Ja, ja. Nou ja, dank jullie wel en heel veel succes. En dat het winkeltje maar lekker mag draaien. Ja. Dankjewel. Oké. Okay. Hoi.